Ga even terug in herinnering met elkaar. Als je net met elkaar bent. Oh, de vlammen slaan je eruit. Alleen al als ik 23 jaar geleden zijn naam hoorde waar ik bij was, kreeg ik zo'n kop van geluk. Echt. Oh, als ik 23 jaar geleden alleen al dacht aan een zoen met hem, gelijk ping, druip. Oh. Oh. En dan die eerste tongzoen. Kan je die nog herinneren samen? Die eerste tongzoen. La, 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 la. Eindelijk. La, la. Anderhalf uur. La, la. Anderhalf uur lang. La, 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 la. Nu is het blullen al een klaar geweest. Anderhalf uur. La, la, la. En terwijl je aan het zoenen bent, dat je dat die hormonen zijn gaan zakken met die zoenen, dat je bewegingen begint te maken, dat je denkt, wat gebeurt er hier allemaal? En ik weet niet hoeveel je met vriend van je staat, maar Martin, heb jij al 16, hè? Oh, wat, nou ja, goed. En dan denk je dat de eerste keer geweldig was, maar dat is niet waar. Die eerste keer is in de film, ja, gelijk, maar is niet waar. Ik vond het verschrikkelijk, dat je denkt, oh, wat doe ik? Nee, links, links, af, recht, nee, ah, ah, niet zo hard, ah, daar, zachter, zachter, ja. Wat doe je nou? Dat is raar. Oh, dat vond zij zeker lekker. Nou, ik niet. Nou, goed, fijn. En dat je opeens, au, au, mijn elleboog, au, au, mijn haar, au, au, oh, al klaar, te vroeg. Maar dan wat moet je doorzetten, doorzetten, doorzetten. Want op een gegeven moment, als je blijft oefenen, voel je, oh, wacht even, is dit de bedoeling? Oh, oh, maar dit is goed. Oh, 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 doe dat nog, ja, oh, ja, oh, oh, oh. En dat je te laat komt voor je werk, omdat je de tijd vergeet. Je moet naar mijn werk. Laat dat werk zitten. Hier ben ik voor geboren. Oh. Wie dit bedacht heeft, is God. Klopt. Oh. En dan ben je samen in de fase van 5 keer per dag. 5 keer per dag. Hier en daar. Je bent nog niet klaar met douchen. Je kijkt elkaar aan. Hup, daar gaat het doen. 5 keer per dag. En dan kom je in de fase van 3 keer per week. Wow, 3 keer per week, man. En dan wordt het 1 keer in de maand. En dan denk je, is die maand nou alweer op? En dan hoor je een soort roestig geluid in de slaapkamer. De zorgelijke gesprekken. De zorgelijke vrouwen willen erover praten. Als vrouwen er niet over mogen praten, dan plof. Dus mannen praten erover. Mannen houden niet van praten, dus moeten wij met elkaar praten. Zie je 3 vrouwen van mijn leeftijd zo'n café met elkaar praten? Ja. Zo'n treurig wijntje. Dan hebben ze het over een relatie. Ja, doen jullie het dan nog? Ja, 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 ja. Nou, nee. En dat bedoel ik dus vanavond. Werden we daar nou eerlijk over? Dan voelde ik me niet zo eenzaam. Ik denk, soms ben ik nou de enige die me moet, begrijp je? Dus dan zit je bij de kapper en dan lees je zo'n tijdschrift voor vrouwen en dan staat er dan, ja, je moet het spannend houden voor elkaar, dan kun je dan. En je moet je fantasie gebruiken, neem eens een andere locatie, 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 goed, spannend. Nou, dan ga je samen onder de douche, ga je spannend, spannend. Nou, dan sta je er in die slaapkamer met die man waar je toch 15 jaar mee doet en zeg je, goed, nou, spannend. Wat vind jij spannend? Nou, hij denkt, ja, god, ja, god. Dat vind ik zo spannend. Weet je wat, geen gelul erover. Kom eens even achter me staan. Kom eens, nee, sorry, Martin, maar kom eens even achterlangs. Ja, hoe is dit, hoe is dit voor jou? Nou, ja, het is wel een ander uitzicht. Oh, oh, het is heel ander uitzicht. Ik kan gewoon tv blijven kijken. Spannend voetbal. Oh, ja, spannend. Oh, oh. Jij denkt, vind het te lang, best op de tijd zullen blijven kijken. Dus je zegt, hou eens, ja, doe eens hier tussen, ja, 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 ja. Nou,
zullen we gaan lezen? En dan kom je in de fase van het lezen. Dat heerlijke samen in bed lezen. Anderhalf uur lezen. Je hebt geen sfeerlichtjes meer nodig, dus je draait je 15 wat lampjes eruit. Je draait je 60 wat lampjes eruit. En je ligt eindeloos met een HEMA leesbrilletje, want de echte ligt altijd weer beneden. Naast elkaar te lezen. Het is heel spannend. Maar in je boek. En dan hoor je naast je na anderhalf uur lezen wel trusten. Ja, trusten.